Hoe ging het? Goed. Ja, hè? Ja. Is het een leuk liedje? Ja. Mooi. Hoor je jezelf niet meer zo goed? En wat zeg je? Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog van Kinderen voor Kinderen. Ik ga jullie vandaag in de kerstsfeer brengen. Kijken. Ja, dat is gezellig. Hey, Bisa Maria, wat gaan we doen vandaag? Vandaag gaan we het kerstlied inzingen. En waar gaat het kerstlied over, Timo? Nou, dat je eigenlijk bij kerst niet alleen moet zijn, dat iedereen gewoon welkom is. Dus we gaan kerst met z'n allen vieren? Ja. We gaan eerst even in de kleedkamer kijken waar de kinderen nu aan het wachten zijn. Niets is koeler dan kerstmis, als de zon schijnt en het koud is. Ik vind het heel leuk. Ja? Een heel leuk lied. Hoe kerstig zijn jullie vandaag? Ja, heel kerstig. Ik heb het net heb ik al ingezongen. Het ging volgens mij best lekker. Ja. We zijn helemaal niet kerstig, maar dat maakt niet uit. Ik doe even wat sneeuw erbij, jongens. Ik heb het koud. Kerstfeer. Hoe zie je met de kerstfeer? Goed. Ja? Goed, ja. Ik hou mijn spreekwoord over Thailand. Okay. We gaan straks met z'n allen de koorpartijen opnemen, maar in de studio hierachter zijn we bezig met de solo's. En volgens mij hoor ik nu Mienke zingen. Kijk er al een jaar naar uit dat ik de kerstboom mag versieren. Geef hem nog meer energie in het begin. Hey! Kijk! Ik heb nog één keer, die niet is wat te laag. Niet! Iets meer erop. Zegt, mensen zeggen vaak, Kinderen voor Kinderen heeft die Gooise air, hè? Soms wil je het gewoon iets minder. Ja. En geen Kerstmis. Nee, Kerstmis. Misschien is dat te veel, Kerstmis. Je mag die eerst er wel in doen, maar dan zou ik hem helemaal tot de laatste bewaren. Dus je zingt voor eigenlijk alleen maar Kerst. Kerst. Ja, dat is het. Maar maak hem mooi, hè? Niet Kerst, maar Kerst. We hebben natuurlijk inmiddels kinderen uit het hele land. Uit Groningen en Brabant. Ja. Maar toch hebben we nog af en toe die air. Ja, dat zit er diep in, hè, die R. En dat is ook af en toe wel leuk, want dat hoort er ook bij. En als je nou alle verschillende R'en hebt, ik heb deze, de R, dan is het natuurlijk ook zoals de wereld is, want iedereen is anders. Niets is cooler dan kerst, kerstmis. Hoe ging het? Goed. Ja, hè? Ja. Is een leuk liedje? Ja. Mooi. Hoor je jezelf niet meer zo goed? En wat zeg je? Wij zijn de solo's aan het opnemen, dus ja. Het gaat eigenlijk heel goed. Vind je van het nummer? Heerlijk, ja, fantastisch nummer. Het is niet wat je verwacht van een kerstnummer, zo'n ballad. Nee, en, maar het was wel, toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik, dat is hem. Ja. En de kinderen vinden dat ook, het is echt heel leuk. Dus, en wie gaat nu het nu zien? Timo. Okay. Laatste solist en dan gaan we met koor beginnen. Oké, okay, doen we er nog eentje. Ja? Ja. Niets is cooler dan kerstmis, als iedereen bij elkaar. Je hebt het nummer samengeschreven met Tjeer, toch? Ja, dat klopt, ja. Eén ding mogen we nooit vergeten. Heel veel mensen leven niet in vrede. En het is belangrijk dat we daar met kerst ook aan denken. En dat meenemen in het verhaal. En hoe gaat het inzingen tot nu toe? Hartstikke goed. Ja? Iedereen is ontzettend gemotiveerd. Iedereen is heel goed voorbereid. Heel professioneel, zoals ze dat zeggen. Dan. Zo, de solopartijen staan erop en nu gaan we met de koorpartijen beginnen. Dus nu gaan we met z'n allen zingen. Niets is koeler dan kerstmis, als de zon schijnt en het koud is. De mooiste tijd van het jaar, want we zijn met elkaar echt waar. Niets is koeler dan kerstmis. Jongens, heel goed gedaan, hoor. Ging goed? Ja. Zo, dat klonk al hartstikke goed. Wij gaan nu lekker eten. En vanaf 10 december kun je de kerstclip op YouTube zien en op tv bij Zep. Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Kijk naar onze website voor meer leuke filmpjes. Doei!
is de check-up video vandaag.